Dit is kar 3, chips, vlees. Oké, goedenavond. Kijk, dit is ook eens een manier. Vanaf mijn telefoon kan ik dit ook doen. Wat ik gewoon... Het is heel laat, het is 12 uur 's nachts. Ik ben de volgende keer binnen met een kuilas teruggekomen. Hartstikke moe en ga kapot. Het is zoveel boodschappen voor 45 mensen natuurlijk. Kijk, ik wil dit heel laten zien. De smart kamp, dat gaat heel goed. Zo ziet u de hoofdschakelaar van het kamp. Die kan ik aan of uitzetten. I've got the power. Dat is wel lachen. Ik weet ook dat ik kan zichtbaar maken. Ik ga eens proberen. Dit zie je op het scherm. Dat kan dus ook gewoon... Leuk. Dus het is hartstikke koud in je huisje, zoals je ziet. Ik heb de hele dag gehad, ik geen contact, maar nu die hoofdschakelaar heb ingesteld. Moet ik even een paar keer aan en uit gedaan. Dan heeft die USB-stick heeft problemen met de juiste netwerk vinden. Dus ik moet daar een Tele 2 kaartje in gaan doen en dan lijkt het me opgelost. Wat betreft die hoofdschakelaar, eens kijken of ik dat zichtbaar kan maken. Dan wordt het heel donker even. Ik kan best even naar buiten gaan. Want het meeste licht al wel uitgezet. Ja, je ziet nog wel wat lichtjes. Kijk, dat is verder in het kamp. Er staan nog twee lichtjes aan. Goed. Dit is dus ver weg. Dat is 200 meter verderop. Nu klik ik op de hoofdschakelaar. Hoppakee. En dan gaat alles uit. En mooi. Dat werkt. Ook ontdekt dat huisje 3, dat is het meest tochtige huisje, maar die verwarmt het best. En dat heeft gewoon met het kacheltje te maken. Dat is echt een beter kacheltje. Dus ik ga nu huisje 3 even aanzetten. 39, 9 graden, 9,3 graden. Huisje 1 is het koudst, 8,9. Ik ga huisje 3 aanzetten en ja, het is wel laat, maar even tanden poetsen en kijken wat voor effect dat heeft. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Ik kan natuurlijk niet huisje 3 aanzetten, want dat is nu offline. Kijk, ik heb via die hoofdschakelaar het kamp uitgezet en daar gaat dus ook de stroom van die 4G USB. Dus dan is het contact kwijt. De Arduino's gaan ook uit, want die hebben ook geen stroom nodig. Dus ik zet nu de hoofdschakelaar aan. Zo. Dan zal het niet direct, nu is het kamp eraan, alle lichten gaan eraan beneden, zie ik. En dan, die router moet nu opnieuw starten. En dan we'll let you know of dit gelukt is. Ja, check dus. Kijk, wat naar een minuutje. Je ziet nu dat ze actief zijn. Dus die contacten die hebben contact met internet. Huisje 3 aan. Hoofdschakelaar aan, huisje 3 aan. Alleen maar huisje 3 meten. En dan zien we, het is nu 27. Dus 12 uur, 7, bijna half 1. Check, 11:30, tijd om te slapen. Oh nee, wacht, ik moet eerst de kachel in huisje 3 uitzetten. Uit. Zo, ik ga het kamp ook uitzetten. Zo, wat rusten. Dat is een keer geen tuinslang, maar een echte. Redelijk dood. Ik heb eigenlijk geen zin om te vloggen, maar toch maar even doen. Waarom geen zin? Omdat er zoveel bende ellende is. De groep is al onderweg, het is zaterdag. En Sanella, Patta en Anel zijn gekomen om te helpen. Nou, we hebben deze kachel aangemaakt. Ziet er niet uit natuurlijk, het is wel warm. Dat niet alleen, ze zijn nu alle afwassen bij elkaar aan het doen en het wel schoonmaken natuurlijk. Kijk, wat is daar was aan het doen? Alles sorteren. 50 diepe borden, 50 kleine, 50 bekers. En hier een kachel, die hebben we geïnstalleerd in ons leslokaal. En die rommel laat ze bijzaken, die is zo aan de kant. Die kachel is geen zaad. De wc's zijn ook wel aardig heen. Ik heb net 5 bedden op de stalzolder klaargelegd. Dit is toch wel netjes, hoor, die stalzolder. En dan heb ik beneden 3 bedden en 8.
En er kunnen 10 mensen even slapen. De wc's die zijn geïnstalleerd, die doen dat, deze 4. De pomp met water doet het. De 4 douches doen het. Nou, gaan we de terrassen nog inrichten. Alles komt wel in functie. En belangrijk, de stroom die is stabiel in het kamp. En de afstandsbediening werkt nog steeds. Oké, de stal slaapzolder. Waar de temperatuur gemeten wordt. Daar heb ik nu 5 bedden liggen. Er kunnen echt wel 7 mensen slapen. Hier heb ik dus nog geen matras neergelegd. Daar wel. Nou, een bed. En hier kan nog een matras. Dan hebben we er al 6. En dit is dan, zou dan de 7e zijn. Kijk, aan die hoek hebben we ook. Dat is oké. Okay. En beneden die ruimtes ga ik ook even de bedden klaarleggen. Er is zelfs nog niet niemand gereserveerd, die 3 hokjes. Nou, het buitenterras staat, ziet er weer helemaal uit, maar dat wordt pas echt leuk als mensen zijn. Dan krijgt het een plek en dan wordt het gebruikt. Was het gezellig. Wat is het hier lekker warm. Dit is huisje 1. En deze heb ik aangezet, die kachel, via mijn smart stekker. Nadat ik melding kreeg van mijn microprocessor. Temp 1, huisje 1, DRT11. Haha, leuk hoor. Nou, eens kijken. Het andere huisje ga ik deze ook installeren. Kijk, ik sta nu bij huisje 2. Huisje 2. Dat is 13.7 binnen. Die heeft geen kachel aan. Huisje 1 is 17.4. Die heeft dus nu wel aan. En dan zie ik ook dat die deur gewoon open staat. Dus dat scheelt echt heel veel. Dus een straalkachel is natuurlijk wel, als je in de buurt straalt van dat ding. Maar valt wel mee hoor, die hangt er daar. Dus. Nou, in ieder geval effect, zeker. Oké, ik sta in huisje 2, daar heb ik nu ook zo'n straalkachel geïnstalleerd. Maar kijk, huisje 1, die is nu, nadat ik de deur dicht heb gedaan, 18,6. Deze is 14, met de deur open. Dan gaan we even, onder het oog van jullie, hem huisje 2 ook aanzetten. Ziet, het hoofdschakelaar van het kamp is aan, huisje 1 is aan, slaapzaal alles is dicht, huisje 2 aan, en voor uitval stroom. Eens kijken of het licht ook wat knipperig gaat. 2. Ja, zag je, het werd ineens donkerder. Iets donkerder, dus hij gebruikt zoveel stroom dat hij toch minder. Kijk maar, ik zet hem nu weer uit. Dan zie je dat lichtje het licht iets feller wordt. 1, 2. Ja, zie je dat? Ja, toch aan? Oké. Okay. Okay. Geeft ook even aan hoe belangrijk het is dat ik die regulatie dus zelf doe. Dus als iedereen die kacheltjes continu aanzet tegelijkertijd en aan de waterkoker en de wasmachine, dan slaan je stoppen te vaak door. Dat is onprettig leven. Dus huisje 2, jij gaat weer uit. Zo. Nou, snelle batten aan. We zijn de hele dag geweest hier. Waarom ben ik naar de kraan hier? Kijk, omdat ze die hebben allemaal schoongemaakt. Dat is mooi. Maar ook dit. Ik heb gewoon de thermostaatkraan teruggezet. Zo, lekker warm. Warm water. Ja, ongelooflijk. Kunt u lekker douchen. 4 douches. Check. Het laslokaal. Nou, dat is ook netjes opgeruimd. Dus met kachel. En die geeft echt goed warmte. Hier kun je echt prettig zitten. Ja, oké. Okay. En dan komen we hier bij de etensruimte. Daar hebben ze ook helemaal. Dit is echt het meeste werk geweest. Nou, het meeste werk was eigenlijk de afwas. Dus alle bestek en zo. Allemaal af te wassen. Ondertussen is die groep dus onderweg. Nogal gedoe met bussen en alles. Maar het geeft me tijd om lekker door te gaan. Ik stiekem hoop je bijna te laten komen. Ja, dat mag niet, hè. Kijk eens even. Mijn is Roger dan verjaardag. Ja, dat is volgende week ook weer zover. En de grap is dus, dat hangt nog hier. Die vlaggetjes van mijn verjaardag. Dat is echt een jaar geleden. Ja, beste mensen, de tijd gaat heel erg snel. En dan komen we van hier in de keuken. Die is ook helemaal opgeruimd.
Cirkelpuntje voor mij, terwijl ik sta te vloggen hier. Ben ik op zoek naar mijn telefoon. Die heb ik dus in mijn hand. Goed. Ja, nou, de pizza oven, die hebben we nog niet in orde gemaakt. Maar er staat wel een verroeste oven en die geeft heel veel warmte. Dus daar, ja, als we het prettig vinden, kun je hier dus ook nog warmte creëren. En dat gaat dan ook die kant uit. En dan heb je dus links die kachel, maar hebben we ook nog daar de barbecue. Die kan dus ook aan. Voor mij zet ze alle drie tegelijk aan. Hierboven ook nog een straalkacheltje. En dan volgens mij wordt het hier behaaglijk zat. Dus het mag gezellig maken en dat geeft ook warmte. En dit, ja, hier gaat het koken. Nou, de boodschappen. Alweer is een klein gedeelte. Mijn bus ligt nog vol, maar dat gaan we morgen uitladen. Oké, we zijn onderweg in de nachttrein naar Graz, Salzburg, Budapest. We weten het niet precies. De conducteur is het ook niet. Ik heb het gevonden. Hey! Nou, we gaan even een klein rondje maken door de trein met al deze. We hebben hier dus een hoop hokjes. En nou, dit is de eerste hokje. Hallo! Is de middelste panda weer? Wat wil je laten zien? Is de middelste beer een panda beer? Zeker. Is dat een beer? Is het panda een beer? Ja, in dit geval wel. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan we hier eens even kijken hoe het hier gaat. Hoe is het hier? Schaakbord even meneer. Inzoomen. Ja. Meer wc's. Er zit iemand op de wc te kakken. Wij willen naar de wc. De boys willen naar de wc. Zijn er meer wc's? Ja, dat zeker. Dit zou ik even daar zo. Kijk, Jeroen die wijst al. Nou, dan gaan wij ondertussen door. Dag mannen. Nou, eens even kijken wat hier allemaal gaande is. Hier is een klein boxje. En het volgende coupeetje, ook wel het McDonald's coupeetje genoemd. Nou, dit was heerlijk. Kijk, ze hebben zelfs nog meer. Oké, doei. En dan hebben we hier nog een coupeetje. Oké, doei. Nou, eens even kijken hoe het hier is. Hallo. Willen jullie even gedag zeggen? Nee, sommigen willen geen gedag zeggen. Oké, doei. En ons laatste coupeetje. Hoe is het hier? Lekker bezig, mannen. Ja, wat zeg jij? Mijn pas thuis op. Oh, we balen. Ja, een beetje kut. Ja, ik ga daar weinig aan kunnen doen. Heb je nog mijn pas thuis? Hey, doei! Doei!